Allemaal hartelijk welkom. Excuseer dat ik een klein beetje te laat begonnen ben, maar ik zal daarvoor straks iets eerder naar huis gaan. Dan is dat al opgelost. Ik ben wel zenuwachtig, zeg. Mijn hand bibbert. Toen ik thuis vertrok, met een tv stond nog aan en ik wou die uitzetten. Of van. Ik zit hier ook met een ei in mijn broek. Heb ik waarschijnlijk deze morgen mijn horloge gekookt en opgegeten. Ik moet helemaal naar Rotterdam. Ik spring in mijn auto, ik steek mijn sleutelje erin. Ik maar gas geven, maar ik ging niet voor of achteruit. Het was gewoon Nirvana op mijn radio. Mijn motor draaide nog niet. Ik moest dus heel... Ik zit hier met een half dode muscusrat op mijn hoofd. En een haarkapper heeft mij gezegd, als die rat niet helemaal dood is, blijft dat velletje langer glanzen. Het jeukt wel meer. Pas op, mijn baard die zwellecht. Kijk, Ik zat onlangs in Hollywood, in Beverly Hills. Ik had mijn baard afgeschoren, opdat ze me daar niet zouden herkennen. En niemand heeft me daar herkend. Hoe laat is het? Zonder mijn uurwerk heb ik geen flauw benul hoe lang dat die sketchen uitlopen. Hè? Ik zal doen zoals vroeger. Per sketch of per liedje drink ik eens van mijn glas. En tegen dat dat water hier onderaan staat, is de show ongeveer afgelopen. Ja. Ik heb dat probleem eens willen oplossen met een zandloper. Ja, dat ging een heel stuk preciezer. Maar daarvan kreeg ik nog meer dorst. Dom tafeltje, hè? Moet daar ook altijd op lachen. Nu wou ik het eventjes hebben over een plaag van deze tijd, namelijk de onverdraagzaamheid. Als er iets is waar ik niet tegen kan, wel, dan is tegen onverdraagzaamheid. Als ik op straat een onverdraagzame zie, ik daar direct op die zijn gezicht kapot, verdamme ja! En als ze me tegenhouden, krijgen die ook op hun smoel. Kan ik niet. En waar ik absoluut niet tegen kan, dat is dat de mooie vrouwen me met rust laten. Daar kan ik helemaal niet tegen, want wat denken die wel? Ik kom daar langs en die fluiten niet eens. Ik sta daar te treuzelen. Pas op, het publiek is ook veel onverdraagzamer geworden dan vroeger. Vroeger kon ik vertellen wat ik wou, de mensen altijd beleefd. Maar tegenwoordig moet ik al mijn grappen eerst 16 keer filteren door de onderbroek van moeder Teresa, voordat ik er mag mee buiten komen. Altijd maar kritiek of vergiftigde lezersbrieven. Ik zat onlangs in een radioprogrammaatje voor kinderen op een zondagochtend, zo voor de kindertjes. Ik had daar zo ter plekke iets uit mijn duim gezogen. Zo. Janneke loopt door de tuin en hij vindt daar een peer. En hij had die opgeraapt en daarin gebeten. Maar onderaan die peer zat er een wesp. En die had in zijn lip gestoken en daarvan had Janneke een gezwollen lipje. En Janneke al jankend naar zijn moeder. Ma, mijn peer staat in brand. Ah! En die kinderen... Wat een bollige flauwe kul van de jaren 70. Fuck you! Ik ging daaraf als een gieter. En dat was nog niet het ergste. Plots een hoop razende telefoons van gechoqueerde luisteraars. Urbanus, racist! Heb jij er niet aan gedacht, jongen, dat onze zwarte medemens heel zijn leven met zo'n gezwollen lippen moet rondlopen? Daar heb je niet... Sorry, je hebt daar wel een punt, maar zo ver had ik het niet gezocht, hoor. Nou, oké, die dikke lippen gaan eruit, weg met die lippen. Tring, met de dierenbescherming. Urbanus, wat heeft die wesp u misdaan? Iedere keer wordt dat beestje in een verkeerd daglicht gesteld.
Het is de taak van de wesp om alle rotzooi op te ruimen in de natuur. Dat is een heel nuttig beestje. He, had dat jongetje gedaan, had die wesp... Je moet niet doen alsof je van een wesp dikke lippen krijgt. Oké, die wesp gaat de rook uit weg met die wesp. Tring! Met de Verenigde Fruithandelaren. Meneer Urbanus, is het niet erg genoeg dat elk jaar onze appeloogst mislukt? Gaat je nu ons peer ook in discrediet brengen, ja? Altijd maar wordt er met het inlands fruit gespot. Zou je niet beter lachen met die stomme ingevoerde Spaanse pruimen die hier aan dumpingprijzen ons markt ondermijnen? Oké, ik maak er een pruim van. Kring. Met de stichting De Jannekes. Meneer Urbanus, wij mensen met de voornaam Janneke nemen het niet langer dat al die stomme verhaaltjes van u altijd maar beginnen met Janneke dit, Janneke dat, Janneke zus, Janneke zo. Kun jij geen andere voornaam verzinnen om belachelijk te maken? Joop, Dirk, Marcel, Ingrid, Frans, Jeff. Oké, ik maak er Ingrid van. Ik heel dat verhaal aangepast. Ingrid loopt door de tuin, ze vindt daar een stom ingevoerde Spaanse pruim. Er zat daar helemaal geen wesp op. Zij daarin gebeten en naar haar moeder. Mijn pruim staat in brand. Ah. En die kinderen. Yeah. Die kinderen. Yeah, subtiel, subtiel. Dat is verschrikkelijk. Het wordt echt moeilijk. Pas op, daar ben ik er nog goed onderuit gekomen bij de jeugd. Maar ze hebben mij ook eens buiten geschopt uit een bejaardentehuis. Nooit lange grappen vertellen in een bejaardentehuis. Want er zijn er altijd al een stuk of zes gestorven voordat je aan je pointe geraken. Jo, ik was daar aan het lachen. En er lagen zes dooien en ik had dat niet gezien. En langs het raam naar buiten, zeg. Jongens. Ja, er blijft dus echt niks meer over om nog mee te lachen als humorist. Het enige wat je nog mag om lachen, dat is met jezelf. Of met je buurman, maar niet het hele jaar. Als je buurman terugkomt uit vakantie en hij is een beetje bruin gebrand, voorzichtig zijn als je een grapje maakt over zijn fiets of je bent weer al racistisch bezig. Dat is echt moeilijk. De enige die je nog veilig mocht uitlachen, dat zijn mensen die witter zijn dan jij. Dus de eerste albino die je tegenkomt... Ze kunnen nu wettelijk niks doen, weet je? Albino's zijn nog niet beschermd. Ze kunnen... Die zijn ze vergeten. Maar pas op, ik ben daarmee akkoord. Die discriminerende grapjes, dat kon niet meer. Want ik heb een hele goede vriend in Kenia. Dat is een collega-humorist, Urbumba, heet hij daar. Heeft ook veel succes. Wij wisselen al jaren materiaal uit. Hij stuurt naar mij altijd grapjes op over negertjes. En ik op mijn beurt stuur dan grapjes naar hem ook over negertjes. Maar, pas op. Geen discriminerende, hè. Geen discriminerende van die sympathieke grapjes waar ze zelf ook kunnen om lachen. En zo gelijk bijvoorbeeld een negertje met een kers in zijn kont. Wat is dat? Een mon chéri. Ziet je dat? Dat kan wel. Dat is positieve discriminatie. Dat is positieve discriminatie. Ik heb daar een nummertje voor geschreven, maar dat gaat niet over migranten of negertjes. Maar dat gaat over een andere groep waar ook af en toe mee gelachen wordt. Over dikke mensen. En ik ken zo'n hele dikke mens, die woog 140 kilogram. Hij zelf vond dat niet erg, hij was zo geboren. Maar... Zijn moeder die is nog altijd aan het dichtgroeien. Verschrikkelijk. En zijn vrouw die kon daar ook niet meer om lachen. Die was dat beu dat hij zo dik was. Die wou altijd maar dat hij op dieet ging. Maar hij voelde zich lekker in zijn vel. Hij had wel heel veel dubbele kinnen. Maar dat speelde zelfs in zijn voordeel. Als hij ergens voorbij een schooltje kwam, al die kinderen... Hoera! Die dachten telkens dat hij een stapel pannenkoeken meegebracht had. Dat was gewoon de onderkant van zijn gezicht. Zijn vrouw had hem laten stikken. Ze was er vandoor met de voorzitter van de Weight Watchers. Hij komt thuis. En joehoe, zijn vrouw weg. In de keuken hing er een briefje aan de muur en er stond op: schat, uw eten staat in het kookboek. Er komen een paar typisch Vlaamse woordjes in die ze hier waarschijnlijk niet kennen. Versmachten. Dat is verstikken, is dat iemand de strot moet nemen. Versmachten. En een plastron, dat is een stropdas. En lawijt, dat is gewoon dialect voor lawaai.
En Jolijt, dat is vreugde of zoiets. Ja, jullie zeggen hier altijd nogal rap dat die Belgen zo dom zijn. Maar bij ons hoef ik dat allemaal niet uit te leggen, hoor. Ik zat onlangs in een hoedenwinkel. In een hoedenwinkel. En die mevrouw zegt, hier Urbanus, pas deze hoed eens. Ik zet die hoed op met een kop. Nee, heb je geen maatje kleiner, mevrouw? Mijn vorige optreden konden ze daar niet om lachen. Op de eerste rij zat daar zo'n vervelend ventje. In een hoed zit er toch geen water? Dat liedje gaat dus over de wraak van een dikke mens. Dikke Rick is veel te dik en in zijn knieën zit een knik. Hij eet alleen maar soep uit blik en van die pizza's in plastic. Hij krijgt elk ogenblik de hik en heeft een kop gelijk een Sputnik. En zijn vrouw, dat is een echte plaag, elke dag hetzelfde gezaag. Uw buik hangt veel te laag en uw mond ruikt naar uw maag. Maar dikke Rick stelt maar één vraag, schat, wat eten we vandaag? En op een morgen in de zon riep zijn vrouw van op balkon. Een dikke vette luchtballon, uw nek versmacht uw plastron. Toen lachte Rick, pardon, waar staat de ketel vleesbouillon? Toen ze haast zijn neus afbeet en met een soepkip naar hem smeet en hem vierkantig verweet van vette zak, ga op dieet. Zei dikke Rick, als ik niks eet, dan wordt mijn broek toch veel te breed. Maar het tij was vlug gekeerd toen dikke Rick werd geïnformeerd dat zijn vrouw serieus verkeerde met een diëtist uit Weerde. Toen heeft Rick geraffineerd het balkon gesaboteerd. En die ochtend bij het ontbijt stortte zijn vrouw met veel lawijt met haar balkon naar de eeuwigheid. En dikke Rick riep vol jolijt, ik ben in 2 seconden tijd wel zeker 60 kilo kwijt. Dank u. Ja, het oog wil ook wel wat. En dan nu de koekoek. En nu een mama koekoek die op zoek is naar haar klein baby koekoekje. Belachelijk, hè? En dan nu een dode bus. Maar nog niet helemaal. Dan wou ik het nu eventjes hebben over de criminaliteit. Dat is ook heel erg verslechterd. En ja, echt verslechterd. Nog niet zo lang geleden was er iemand binnengebroken bij mijn buurvrouw om 4 uur 's nachts. En zij had dat gehoord en ze was opgestaan en zei met de deegrol, baf, die zijn schedel uit de kom. Daarna met dat handvat zijn oog uitgestoken en daarna met de muskaatnootrasp zijn 2 teelballen helemaal. Sanderendags, die politieman. Mevrouw, was dat echt nodig om die inbreker zo toe te takelen? Ik wist helemaal niet dat het een inbreker was. Ik dacht dat dat mijn man was die zo laat thuis kwam. Oké, geseponeerd. Pas op, ik heb zelf ook al eens inbrekers gehad. Ik was met mijn vrouw en mijn 2 kindjes boven aan het slapen. En plots, tinkel, tinkel, inbrekers. Op 2 seconden stond ik beneden. Ze waren langs het dak aan het binnenkomen. Ik heb voor alle veiligheid in mijn voordeur zo'n klein piep
diepgaatje laten installeren met een bolle lens, een fisheye. En als er nu iemand belt, tring, ik zie onmiddellijk de achterkant van die persoon zijn oren. Ik denk toch dat die lens iets te bol staat. Ik kijk daar nu zo helemaal rond. Ik denk zelfs dat ze de Hubble-telescoop in mijn deur gestoken hebben. Maar ik ben zelf ook al eens overvallen geweest, hè? Aangerand. Ik was eens aan het wandelen. En plots, van achter een hoekje, halt! Twee Zweden, Lars en extra Lars. Die stonden met zo'n mes. Uw werk of uw leven? Die zochten ook al werk, zeg. Mijn leven wilden ze ook hebben. Gelukkig had ik mijn levenswerk op zak. Twee vliegen in één klap. Hier zie, een oud singeltje van Bakske vol met stro. Eentje van Madame met een bontjas. Een video van Hector. Een video van Coco Flamel. 875 video's van de Zevende Hemel met René Soutendijk. Want daar was ik toch blijven mee zitten. Die Zweden. Wauw, dat is een Urbanus dat wij hier overvallen hebben. In Zweeds. Ik moest daar overal een handtekening op zetten, want er waren fans van mij. Ik heb dan van die Zweden uit dankbaarheid een echt authentiek gestolen Oosters tapijt cadeau gekregen. Made in West-Vlaanderen. Al die waardeloze rotzooi, dat wordt allemaal bij ons geweven. Die voeren dat uit naar Tunesië. Die kamelen pissen daar eens op. En dan wordt dat 300% duurder terug ingevoerd. Al die rijke madammen in hun villa's. Heel duur. En je ruikt dat echt dat dat van ginder komt. Oplichters. Maar ik heb zelf ook al eens een echte bankoverval verijdeld. Dat is een vreselijk verhaal. Ik moest bij mijn moeder gaan eten en ons ma die maakt voor mij altijd zo stoofcarbonades. Ze giet daar dan twee grote flessen bier in voor de saus. Maar nu zat ze zonder bier, zat daar twee flessen whisky in gegoten. Qua kleur kwam dat er het dichtste bij. Ik had heel die kom leeg gegeten voor ik iets door had. En plots, woef, alles zwart voor mijn ogen en in mijn buik, een betoging van de socialisten. Ik ziek. Ik moest naar huis, ik zag niks meer. Ik moest mij vasthouden aan de huisnummers van duizen. Zo, hè. 997, 995. En ik woonde in nummertje 3. Van een andere straat bleek achteraf. Maar ik had dan ook nog per vergissing gesteund tegen een glazen draaideur. En plots, prrr, slinger ik een bank binnen. En al die mensen stonden er met hun armen omhoog. Want er was daar een bankoverval bezig. Er stond er zo iemand met een riot gun en zo'n zwarte kap over zijn hoofd, een Hollander. Ja, dat prijskaartje hing daar van achter nog aan. 4 gulden doorgestreept 3,75 gulden. Die stond daar. Ja. Jullie weten zeker niet hoeveel dat weegt, zo'n riot gun. Ik sta hier maar te wachten. Allee. En die tegen mij zo, handen omhoog. Maar ik wist helemaal niet wat onder of boven was. Hè. Ik zo, handen omhoog. Maar ja, jongen, ik ben bezig. En die met de kolf van dat geweer, boaf, in mijn maag. Dat had hij niet moeten doen, hè. Ik werd zo plots onwel. Heel die kom lauwe stoofcarbonades over zijn riot gun. Die riot gun geblokkeerd. Nou, waarschijnlijk een dik brokje dat daar ergens achter dat slagpinnetje gesukkeld was. En die is beginnen panikeren, die is naar buiten gelopen de straat op. We hebben die niet meer teruggezien. En al die mensen in die bank. Urbanus, we hebben hier doodsangsten uitgestaan. Je hebt ons leven gered. Waarmee kunnen we nu een plezier doen? Och ja. Een kus van al die dames hier en we spreken er dan weer over. Ik heb al die vrouwen daar één voor één een tongkus gedraaid. Ja, die begonnen daar ineens allemaal tegelijk spontaan over te geven. En ik zei zo, ja, nu durven ze ook wel als de gangster al lang gaan lopen is. En even later komen daar twee politiemannen binnen. Wat is er hier gebeurd? Wat is er gebeurd? Die waren 20 minuten eerder ook al aan de deur geweest. Maar toen hadden ze gezien dat die gangster nog binnen zat. En
Dan zijn ze snel aan de andere kant van de stad een fietser gaan arresteren die scheef op zijn zadel zat. Hè. Dat was even dringender. En ja, nu stonden die daar weer. Wat is er gebeurd? Ja, een bankoverval. Ik had die gangster oog in oog gezien. Ik moest met die agenten mee naar het politiebureau om een verklaring af te leggen. Ik doe altijd zo tussen die twee agenten de straat op. En plots, bang, bang, da, 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 bang, bang, da, 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 bang, bang, da, da, da. Die agenten, hun schoenen compleet aan flarden geschoten. Want ik had mij vastgehouden aan hun revolvers. Bang, met smeulende schoenen kwamen die daar met mij dat politiebureau binnen. Hier is hij. Zit daar zo een doodzenuwachtige commissaris op een computertje. Boem, dat monitortje de grond op. Ja. Die had dat computertje nog niet zo lang. En die kwam op het einde van een zin. En dat monitortje. Dat monitortje ontploft. Pas op. Ik was wel stom dronken, maar aan de hand van mijn verklaringen hebben ze toch een heel gedetailleerde robotfoto kunnen samenstellen van die criminele Nederlander. Ik heb dat bij. Kijk. Zo. Ja, ik was zat, ik heb hem zelfs dubbel. Hè. Kijk, zo. Bij ons in Vlaanderen is er zo'n heel conservatief katholiek krantje, het Palieterken. En dat ging daar heel slecht mee, heel slecht. Die hadden nog evenveel lezers als bladzijden. En het enige dat de mensen van die krant nog geloofden, waren de kruiswoordraadsels. En voor die journalisten was dat ook geen leven niet meer. Kwamen die 5 minuten te laat op de redactie, werd dat van hun loon afgetrokken. Kwamen ze 5 minuten te vroeg, moesten ze huur betalen. De enige mogelijkheid om dat krantje te redden, dat was een benefietconcert. En ze hadden mij gevraagd om gratis op te treden. Ik zeg, allee, het is oké, het is voor een goed doel. En in een weide hadden ze daar zo'n heel grote tent gezet. He, daar zat er bijna 2000 man op elkaar gepakt. Achteraan hadden ze zelfs nog wat van die gekke koeien er binnen geduwd. Kwestie dat goed stampen vol zat voor de akoestiek of zoiets. En ik stond daar op dat podium klaar om te beginnen. Die uitgever van dat katholiek krantje komt het podium op. Meneer Urbanus, ik wens u heel veel succes. En ik hoop dat je een klein beetje rekening houdt met onze strekking. Want wij kunnen niet met al uw grapjes lachen. Dat zult u wel begrijpen. Ja, dat was weer zo'n halve pastoor. Die was maar zo groot, eigenlijk. Als hij zijn kousen helemaal optrok, zag hij niks meer. Ik begon daar dus voor dat publiek met mijn meer intellectuele werk. Roses are red. Violets are blue. I am a schizofrenic. And so am I. Dat publiek, wat is dat voor een onzin? Maar achteraan die gekke koeien. Ja, dat waren daar de enigen die Engels begrepen. Hè. En dan nu een van mijn meer avant-gardistische grappen. Mijn interpretatie van een veel te vroeg zaadlozende Elvis. I give me one for the... Dat publiek, maar alleen maar die koeien. En die uitgever, Urbanus, pas op. Oké, te ver gezocht. Iets simpeler. Iets simpeler. Iets simpeler. Toen ik nog heel jong was, zat ik met mijn moeder in de kerk. En de pastoor die was daar met zijn wierookvat een gat in de ozonlaag aan het zwaaien. Maar ik ben vergiftigd, ik moet overgeven. Ja, snel naar buiten, gij. En 2 seconden later zat ik daar al terug. Zet je al terug? Ja, achteraan in de kerk stond er een schaal waarop stond voor de zieken. Urbanus, pas op. Oké. Meer niveau. Er komt iemand binnen bij de dokter met een heel groot verband rond zijn voet. En die dokter, ik heb het al gemerkt, er is iets mis met je voet. Nee, het is mijn hoofd, maar mijn verband is afgezakt. Ja, wat is er dan met uw hoofd? Ik weet het niet, ik ben altijd vermoeid. Te veel seks? Nee, 2 maal in de week. Dat is inderdaad niet overdreven veel. Vind jij dat niet veel? Voor een bisschop vind ik dat toch redelijk? Gadver Urbanus, nu ben ik het beu. Die halve pastoor die sprong zo naar mijn strot.
En die begon mij daaruit te schelden voor heel die tent. Urbanus, weet je wat jij bent? Een vuile, vieze, platvloerse vetzak. Als je 3 grappen vertelt, zitten er 4 bij over pis, kak of seks. Uw eigen moeder, dat is een vuil viswijf. En uw vrouw, dat is een domme slons. En uw dochter, dat is een trut. Oh, maar toen heb ik hem ook eens bij zijn plastronske gegrepen. Hè, man. Als er dus iets is waar ik absoluut niet tegen kan, dat is dat ze luid in mijn oor beginnen roepen. Hè, dat... En dan nu de springende buiksprekerspop. Ik moest er iets mee aanvangen. Ik heb die onlangs gekocht van een echte professionele buikspreker. En sedert dat ik die heb, werkt die niet meer. Godverdomme. Heeft die mij een doofstomme pop verkocht? Hoor. En dan nu een zwerm spreeuwen die neerstort in een kersenboompje met slechts 1 kers. De kers is op. In Frankrijk zitten meer dommerikken dan in België, want Frankrijk is groter. Ja. Het percentage dommerikken dat is over heel de wereld hetzelfde. Dus hoe kleiner uw land, hoe minder dommerikken dat erin zitten. Ik kom uit een klein land. Om daarop in te pikken, ga ik iets heel anders doen. Ik ga een kinderliedje brengen. Dat is niet moeilijk hoor. Ik denk dat jullie dat hier in Rotterdam ook wel zullen begrijpen. Niks van aantrekken, ik zeg dat overal. Dat ze dat in Rotterdam ook wel begrijpen. Ja. Dat grapje vertelde ik trouwens 15 jaar geleden ook al. Maar de vernieuwing van een humorist is sterk afhankelijk van het geheugenverlies van zijn publiek. Jullie hebben voor datzelfde grapje al voor de 6e keer betaald. Allee. Rakske, takske en plakske zaten op een houten bakske. Een plankske zei krak, een tweede plankske brak. Krak, ajaj, krak, oei oei. En ze vielen achterover met hun klikske en hun klakske. Rekske, tekske en plekske speelden met de luciferstekske. In het midden van hun hand vloog het solfertje in brand. En ze huilden en ze tierden en het zweet stond in hun nekske. Rikske, tikske en plikske, die kochten zich een mikske. Ze schoten pardaf de non haar kapke af. Tak, ah! Maar de pastoor, die grepen bij hun vlinderdasje. Ja, dat was eigenlijk strikske, maar ik ben dat vergeten uit te leggen in het begin, daarmee dat dat niet rijmt. Rokske, tokske en plokske, die zochten zich een mokske. Ze zegden I love you, maar alle deuren bleven toe. Belden ze tevergeefs aan. En van hun hartje brak er nog een brokske. Rukske, tukske en plukske, die kenden een tof trukske. Er stond een fles cognac, toen riepen ze attack. Gloe, gloe, gloe. En in hun kraag kregen ze alle 3 een stukske. A-I-I-O-I, wat zing ik hier nu? Ik heb de 5 klinkertjes van het alfabet. A-I-I-O-I, op een rijtje gezet. Dank u. Dank u wel. Ik heb dat colbertje gekregen van Lee Towers.
Ja, zeg, de eerste keer dat ik dat aan had, ik vier direct naar de eerste de beste dancing. Zeg, hier ga ik succes hebben bij de vrouwen. En ze hebben mij daar onmiddellijk vastgegrepen, mij aan een haakje gehangen en mij in de nok getrokken. En ik ging daar zo. Ik werd daar misbruikt als discobal. Dan wou ik het nu eventjes hebben over mijn jeugd. Niet dat jullie dat interesseert, maar ik heb niks anders. Ik kom uit een heel groot gezin. Ik had thuis 5 zussen, want ik kom nog uit de periode toen de condooms nog gelost werden met de riek. En ik was een ongewenst kindje. Mijn moeder wou abortus plegen en zei naar de dokter. En die dokter zei, maar alleen madame, vind je dat zelf niet een beetje laat? Dat jongetje zit al in het derde leerjaar. Zo heeft die dokter mijn leven gered. En ja, wij hadden thuis niks. Wij hadden niks. Ik heb als kind nooit frieten gekregen. Nooit frieten. Altijd maar rabarbertaart. Wij woonden vlakbij een groot rabarberbos. En elke dag rabarbertaart met bruine suiker erop. En ik kreeg daarvan zo'n rotte tanden. Als ik dan eens een appeltje wou eten, moest ik dat eten doorheen een tennisraket. En dat waren zo meestal taarten van een meter lang, want ons moeder vond geen kortere rabarber. En ik was zo'n eenzaam teruggetrokken jongetje. Ik was altijd op mijn eentje bezig. Mijn zussen die waren allemaal met elkaar bezig. Maar op zekere dag moest ik met mijn ouders in alle rijl naar het ziekenhuis. Ik tussen mijn vader en mijn moeder met een heel groot wit laken voor mij. Zo naar de intensive care. En die dokter trok dat laken weg. En dat was mijn fietsje dat daaronder zat. Met een fiets. Ik had thuis dat zadeltje daar afgedraaid. En mijn ontdekkingsreizigertje in die buis gestoken. Om eens te checken of dat daar beneden ook beroest was. En toen had ik helemaal per ongeluk in een catalogus van lingerie gekeken. En ineens was mijn fietsje beginnen krimpen. Ik zat vast. Mijn zussen daaraan getrokken. Mijn moeder koud water op mijn rug aan het gieten. Maar ik zat vast. En ze moesten met mij naar de dokter. En toen heeft die dokter mij een foto getoond van Rob de Nijs. Kladedder. En direct dat fietsje de grond op. Die dokter kwaad, dat ik u hier nooit meer terugzie, perverse vuilaard. En mijn vader gegeneerd. Had je dan tenminste nog een meisjesfiets genomen? En thuis had mijn vader dat zadeltje vastgelast aan mijn fiets. Voilà. Maar een week later zijn we mij terug naar het ziekenhuis met dat wit laken. En mijn vader daarachteraan met dat stuur in zijn handen. Ja. Het enige dat mij interesseerde, dat was wielerkoers en vrouwen. Ik had alleen maar mijn fietsken. Van vrouwen kende ik niks, maar ik kende al mijn wielerklassiekers. Hè. De Ronde van Frankrijk, Milan-San Remo, Parijs-Roubaix, Toulouse-Lautrec. Noem maar op. Mijn vader had me een fiets meegegeven met een vuilniskar. Maar toen we naar school moesten, hadden we een groot probleem. Want wij gingen met de fiets naar school. Maar mijn zussen die zaten allemaal op ons moeder haar fiets. Ons ma die reed, hè, 2 zussen vooraan in dat mandje. 1 in haar nek en 2 van achter onder die elastiek. Zo, hè, en, maar nu moest ik daar ook nog bij. En om plaats te winnen, hadden ze mij tussen de spaken van dat voorwiel geweven. Zo, hè. Met mijn neus altijd langs in die remblokjes. Ik had op de lange duur een zodanige wiepneus, als ik niesde, vloog mijn petje af. En ik ging niet graag naar school. Ik vond dat tijdverspilling. Ik vond dat ik toen al slim genoeg was om te doen wat ik nu doe. En wij moesten ook altijd sporten in school. Sport. Ik was meestal de keeper van de dartsploeg. Ik deed dat niet graag. En af en toe belde ik naar de school. Hallo, is
met de school? Ja. Het is om te zeggen dat onze Urbanus niet kan komen. Hij is heel ziek. Ja, met wie spreek ik? Met mijn vader. Op een of andere manier lekte dat iedere keer uit dat ik zelf gebeld had. Nee. Ik moest daar dan ook altijd helemaal vooraan op het eerste bankje zitten. En de eerste les was altijd muziekles. Die leraar stond daar zo met een fagot. Jongetjes, we zitten aan instrumentjes met F. Is er iemand die nog een instrument kent dat begint met de letter F? Ja, ik ken er vijf. Een trompet, een ukulele, een frommel, een fondmuziekje en een foef-synthesizer. Met die rotte tanden begonnen alle instrumenten met F. Ik kende er nog 28. Die leraar... Gadver Urbanus, je hebt hier wel al mijn partituren onder gespuwd met uw F. Kom, zet u maar met uw gezicht tegen het bord, kom. Toen ging die les gewoon verder. Wat is het verschil tussen een Stradivarius-viool en een contrabas? Een contrabas brandt veel langer in de kachel dan een Stradivavi. Gadver, dat was ik niet. Dat ben ik niet geweest. Ik ben... Oh nee, sorry. Die leraar had eerst moeten vragen... Wie heeft er mijn koekje opgegeten? Maar ik heb die grap achterstevoren verteld. Damnet. Fusk. Nou, ik zal maar eens goed drinken of die eerste rij gaat hier mijn reus op in de kop naar huis. Ik heb daar al een klein beetje head and shoulder in gemengd. En het is hier warm, hè. Ja. Vorige keer had ik nog sneller warm. Ik kwam op en ik deed onmiddellijk dat jasje uit. En ik stond hier zo klaar om die grap van dat koekje te vertellen. Maar dat zat nog in dat colbertje. Dat was nog belachelijker. Allee, de klas was gedaan. De klas was afgelopen, ons moeder stond ons op te wachten met de fiets. Wij allemaal die fiets op, ik weer in mijn voorwiel. Flirt, 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 flirt. Ons ma was met ons de gracht ingereden, want ik had met een arm uitgestoken om rechtsaf te slagen. En ineens een stoem. En de gracht in. Die fiets verdronken, want die kon nog niet zwemmen. Wij uit al water gekropen, zo vol zwarte, stinkende modder. Wij hebben kou. We moesten zo te voet naar huis. Gelukkig zag ik een taxi aankomen. En ik onmiddellijk... Taxi! Taxi! Ja, ik kon niet fluiten met die rotte tanden. Ik moest zo een beetje bijroepen. Maar gelukkig, die taxi stopte niet, want we hadden toch geen geld om te betalen. Maar toen we thuis kwamen, ruzie, ruzie... Wie van ons dat er eerst in bad mocht? Want wij konden maar één keer per dag een klein beetje water verwarmen. Ruzie! En een week later, twee van mijn zussen zwanger. Die hadden vlak na mij een bad genomen. Mijn fiets was weg. Daarna... Daarna braken er toch vrolijker tijden aan. Sinterklaas en Zwarte Piet kwamen gratis cadeautjes brengen bij de kansarme kinderen. En die kwamen bij ons binnen ze met een pakje en wij... Hoera! En toen dat die weg waren, viel dat toch een beetje tegen. Want die Sint en die Piet, dat waren twee dwergen. Zo leken die cadeautjes groter als ze binnenkwamen. Wij zagen dat pas als die weg waren, dat zoiets klein was. Zo'n verfromfraaid kartonnen doosje met zo'n vermufte amandelen erin. Helemaal niet lekker. Dat bleek uiteindelijk een doos pralines te zijn die zij gekregen hadden in een bejaardentehuis. Maar die bejaarden hadden die chocolade daar al afgezogen, zeggen we. En die amandelen konden ze niet bijten. Die hadden ze terug in dat doosje gestoken. En... Mijn ouders hadden toen ook werk gevonden. Dat was nachtwerk dat ze thuis mochten doen. En
Wij moesten allemaal naar bed voor ze begonnen. En van in ons bed hoorden wij beneden zo, dat leek echt zo, een fabriekje. Flibberwit, fip, flibberwit, fap. Flibberwit, fip, flibberwit, fap. Flibberwit, fip, flibberwit, fap. En op zekere nacht was ik wakker geworden. Maar hier zit een spin in mijn kamer. Flibberwit, fip, trapt hem zelf dood, godverdomme. Flibberwit, fap. Ik die spin doodgetrapt, baf. Maar ik had me pijn gedaan aan mijn achterhoofd, want die spin zat op het plafond en ik was op mijn kop gevallen. Ik al jankend naar huis. Naar beneden, ik woonde daar. En toen zag ik dat bij ons in de inkomhal en in de keuken en in de salon, dat lag er helemaal vol met van die grote latex opblaaspoppen. En mijn moeder die moest allemaal die monden daarin plakken. Vloed, fip! En mijn vader de onderkant. Vloed, fap! Vloed, fip! Vloed, fap! Vloed, fip! Vloed, fap! Ja, dat waren herstellingen voor een seksshop dat ze deden. Zij moesten al die versleten stukken vervangen door verse stukken of zo. Allee, wij begrepen dat niet. Maar met dat geld zijn we op vakantie kunnen gaan naar zee. Wij allemaal naar zee in een Lada die aan elkaar hield met de verf. En we kwamen aan zee. Wat een geluk. De zee was net helemaal vol met water. Yes! Yes! Ja, want we waren al eens te voet naar zee geweest. En toen was de zee helemaal leeg. Maar ik verdenk er mijn vader van dat hij met ons gewoon naar een braakliggend aardappelveld gaan kijken was en ons wijsgemaakt dat het water weg was. Wij stonden daar met ons zwembandje en ons snorkeltje zo naar de horizon te turen. Amai, zeg, zo eb. De vakantie was al bijna voorbij en dat water kwam nog altijd niet terug. Maar aan de echte zee, dat was fantastisch. We hebben daar heel de dag met salmonella's naar elkaar zitten gooien. Zo. En toen we s'avonds al zingend thuis kwamen, in grootvader nog altijd aan dezelfde boom gebonden als waar dat we hem achtergelaten hadden. Ja, anders kon onze hond niet mee. In het leven moet men keuzes durven maken, hè. Ik heb daar dus een liedje over gemaakt, over de dood van mijn grootvader. En de titel van dat liedje, Grootvader geplant. Ja, als kind begraven, nooit van gehoord. Dus alles wat de grond in ging, dat was planten voor mij. Hè? Als niemand u dat verschil uitlegt, kunt je dat als kind niet weten. Allee. Grootvader geplant. Vanochtend hebben ze mijn grootvader geplant in een putje op het kerkhof aan de schaduwkant. Vanochtend hebben ze mijn grootvader geplant. Ik droeg een zwart kostuumeken en ik had een handschoen in mijn hand. Terwijl grootmoe aan zijn bed een wees gegroet las, moest ik daar met een palmtakje staan. En ze weende dat het nog veel te vroeg was. Toch is grootva zonder wachten doodgegaan. Ons huis hing vol vermufte zwarte doeken. Er klonk overal gesnotter en getreur. Nadat iedereen hem nog een keer kwam bezoeken, droeg mijn grootva naar buiten langs de deur. De dragers wilden hem te voet niet dragen naar het land der weggevlogen zielen. En men schoof hem in een zilvergrijze wagen vol met bloemen en groene reservewielen. Witte roosjes werden op de kist gegooid, maar dat van mij, dat was ernaast gevlogen. En de pastoor heeft gewijd water rondgestrooid, omdat anders grootva uit zou drogen. En de pastoor zei dat hij ooit zou wederkeren, maar pas na dat God het heeft gezegd. En opdat hij het niet eerder zou proberen,
wordt er straks een dikke steen op hem gelegd. En toen speelde plechtig de fanfare een 3 uur durend afscheidslied. En de hemel scheurde open als het ware en het regende emmers vol verdriet. Vanochtend hebben ze mijn grootvader geplant in een putje op het kerkhof aan de schaduwkant. Vanochtend hebben ze mijn grootvader geplant. Ik droeg een zwart kostuumje en ik had een handschoen in mijn hand. Nu zou ik het willen hebben over mijn macho-periode. Ik heb een heel beruchte macho-periode achter de rug. Ik kon alle vrouwen krijgen dat ik wou. Ik had een onweerstaanbare lijfgeur. Does my body drives you wild? De vrouwen en de vliegen lagen dus echt. Ik had ook een heel zwoele, sexy stem. Als ik zo met een meisje in bed lag, zei ik altijd zo... Pas op. Want ik kom soms nogal snel klaar. En ondertussen was het al 3 keer gebeurd, hè? Die meisjes zaten met dat condoompje. Wat? Pas op, tegenwoordig is dat moeilijker. Die meisjes zijn meer zo naïef, hè. Die nemen al de pil gewoon om te weten welke dag van de week dat is. Zondag. Ik was in die periode verliefd op een heel mooi Chinees meisje. Zo'n heel mooi meisje. En die woonde in mijn dorp. En ze sprak alleen Engels. Maar ik had voor haar in het Engels een ballade geschreven. En zo op een avond in de maneschijn onder haar raampje stond ik daar zo met mijn elektrische gitaar. Romantisch. Your eyes are two diamonds from Hong Kong. And your legs are 2 kilometers long. Pff, ik heb daar zo'n komkokende chopsoy over mijn kop gekregen. Ik heb haar achteraf nog 365 liefdesbrieven geschreven. Maar ze is uiteindelijk getrouwd met die domme postbode die elke dag mijn brief kwam afgeven. Ik helemaal deprimo. Maar toen is mijn leven toch stilaan beginnen verbeteren. Naast mijn moestuin hadden ze zo'n heel groot fitnesscenter neergepoot. Zo voor aerobic, bodybuilding, stretching, calanetics en sport ook. En zo. En van dan af had ik ineens zo'n aardappelen. Zo'n schorseneren. En ik dacht dat dat allemaal kwam door mijn composthoopje. Maar nee, dat kwam omdat al die bodybuilders in mijn tuin kwamen pissen. Dat was van die jongens hun anabole steroïden en hun hormonen met testosteron. Zo'n litchi is in mijn hof. Die bodybuilders die hadden succes bij de vrouwen. Hè. De vrouwen zeggen dat nogal vlug. Hè. Bah, zo'n bodybuilder die hun oorlellen zijn aan hun schouder vastgegroeid. Ik heb dat dikwijls gezien, hè? Als er zo'n getatoeëerde vleesklomp met bloemkoloren over de straat schoof. En zo een of ander deftig dametje. Meneer, u gaat mij toch niet achtervolgen, hè? Tot bij mij thuis, Viooltjesstraat nummer 8, als mijn man weg is. Nee, die hadden er echt zoveel als dat ze wilden. En die jongens vielen best mee, die hadden een beetje medelijden met mij. Allee, Urbanus zit daar niet te treuren, jong. Laat u inschrijven in ons clubje. Als u er zo wat borsthaar bij komt, zullen de dametjes wel volgen. Echt? Ik ben daar blindelings laten inschrijven. Getraind gelijk een idioot. Na een maand had ik zo'n kont. Ik zat daar ergens verkeerd. Ik zat bij de prenatale oefeningen, zeg. Ik ben daar buiten gekomen met 27 centimeter opening. En... ja, die bodybuilders zeiden ze... Ja, we dachten al, waar blijft hij nu? En om die kont kwijt te geraken moest ik 20 kilometer per dag joggen. Na 14 dagen zat ik 280 kilometer ver van huis. Nee, ik kende die grap nog niet.
Ah ja. En dan nu de razendsnelle jongleur. Ja, die echte jongleurs die gooien dan naar omhoog. Ja, dan valt dat vanzelf weer in hun handen. Ja, dat is niet moeilijk. Ja. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat ik van hieruit mijn eigen liedjes zou begeleiden als tweede gitarist. Maar dat is dus niet synchroon te krijgen. Hè. Maar dat is hier meer het ingetogen hoekje. Dat is het vulgaire lawaai-papegaaihoekje. En hier ga ik een paar rustige nummertjes brengen. En het eerste rustige nummertje, 100.000 witte paarden in de wolken. Het eerste paard ging... God, de sfeer is al om zeep. Hè. Altijd lachen, gieren, brullen. Nou, dat was een volkszong die ik geschreven had voor rond een kampvuur met heel veel hout. Er staan hier ook een stuk of 6 snaren vals op die gitaar, maar ik weet niet welke. Moest Mozart nog leven, hij draaide zich om in zijn graf. Hier moet ik altijd wat meer tijd laten tot iedereen doorheeft wie Mozart eigenlijk wel was. Kent je iets af van klassiek? Wie hoort er niet in het rijtje? Mozart, Beethoven, Brahms, Tchaikovsky, Händel. Beethoven! Wie hoort er niet in het rijtje? Die was doof. Niks kennen ze hier van klassiek, niks. Allee. Ik heb een dochtertje van 6 jaar en half. En iedereen zegt altijd, oh, wat een mooi dochtertje. Ze lijkt op uw vrouw. En ik zeg altijd, ja, vooral de onderkant. In België moet ik dat niet gaan vertellen tegenwoordig. Dus, nee maar. Ja, bij ons is dat tegenwoordig verschrikkelijk. Als vader met je eigen dochtertje, je mag nergens meer gaan wandelen waar ze je niet kennen. Hè. Zo, over een paar maanden liep ik met mijn dochtertje nergens. Waar ze, en ik had voor haar zo een vlindernetje gevangen om in de zomer vlindertjes te vangen. En wij liepen daar en plots al die mensen... Kijk, daar loopt een pedofielennetwerk. Een pedofielennetwerk. Ik heb dat netje gauw achter een struikje weggegooid. Zo verschrikkelijk. En nee, maar ik heb zo een keer nog iets meegemaakt onlangs. In mijn kleedkamer, daar kwam daar zo een heel mooi jong meisje op mij af. Zo geschminkt en hoge hakken en nylonkousen. Maar zo heel jong, zo amper 19 of iets meer dan 11. En die kwam zo naar mij zo. En die wou een handtekening van mij. En ik zenuwachtig. Ik had dat daar voor de helft naast geschreven. Want er stond Urp op mijn hand. En zij weg met anus op haar papier. Hé. Jongens. 20 minuten later die ouders met 2 agenten in mijn kleedkamer. Zeg, ik heb dat niet opzettelijk gedaan. Verschrikkelijk zeg. Ik heb als kind ook zoiets meegemaakt. Hè. Ik was eens een handtekening gaan vragen bij een Amerikaanse zanger in zijn kleedkamer. Hè. Die was in Brussel komen spelen. En die had dat daar ook voor de helft naast geschreven. Zo, hier stond er op mijn papiertje zo, V en daaronder der. Dat was een handtekening van Stevie Wonder. Die had dat daar ook voor de helft naast geschreven. Waarschijnlijk was die ook zenuwachtig. Mijn dochtertje, een heel lief dochtertje. En ik heb daar een nummertje voor gemaakt. Ha ha ha!
Jullie lachen hier meer tussen mijn grappen dan met mijn grappen, heb ik gezegd. Nee, nergens op de wereld vind je zo'n prachtig kindje. Nee, nergens op de wereld vind je zo'n prachtig kindje. Als Lisaatje, dat dochtertje van mij. Lisa. Lisa. Zonnetje woont in je gezichtje. En in je hartje woont de maan. Je brengt me elke ochtend een gedichtje. Je voetjes lopen nooit ver van mij vandaan. Al van heel vroeg toen mama je nog in haar buikje droeg. Al van heel vroeg toen mama je nog in haar buikje droeg. Was ik je al aan het knuffelen onder de sprei. Lisa, Lisa, ik zou je mijn laatste warmte geven, zelfs als ik van kou bevriezen zou. En is er een leven na dit leven, dan hou ik daar nog meer van jou. Ach lieve neer, als ik ooit kom te mankeren. Ach lieve neer, als ik ooit kom te mankeren. Zorg jij dan voor dat dochtertje van mij. Lisa. Lisa. Racisten, je mocht niet lachen, ik ben bruiner dan jullie. Gat, ik denk toch echt dat ons kat al een keer of twee in dat zakje gezeten heeft. Om nu terug te gaan naar mijn jeugd. Ik had als kind de vervelende gewoonte om elke ochtend om 8 uur stipt is goed te plassen. Maar mijn probleem was dat ik pas 9:15 uit mijn bed kroop. Ja. En overdag misrekende ik mij ook nog een keer of 6. Ik had geen enkel proper broekskunde meer. Dat zat allemaal in het wasmachine. En ons moeder die liet me thuis rondlopen, zo in mijn onderhemdje, met mijn wegwijzertje bloot. En ik volgde dat een hele dag. Toen al. Maar, de helft van die zak leeggeten, zeg. Zat ik in die zak te lachen en in te ademen, terwijl ik niet moest lachen en uitademen. Ja. Maar, ik liep daar thuis altijd rond met mijn wegwijzertje bloot. Mijn zussen die waren dat gewend. Maar als onze buren op bezoek kwamen, die hadden zo twee vervelende ettertjes van kleine meisjes mee. En die lachten mij iedere keer uit. Wat een kleintje. Die van mijn broertje is al zo groot en die van mijn vriendje soms zo. Ik beschaamd ging dan in een hoekje een beetje tv kijken. En toen zag ik op televisie de paus. Toen
heeft die man enorm een indruk op mij gemaakt. Ik had als kind onmiddellijk begrepen waarom hij altijd een onderhemdje aan had tot helemaal beneden. Waarschijnlijk zat zijn wegwijzertje 38 keer op zijn... met onderaan een knoopje. Je kunt dat trouwens goed zien, hè. Iedere keer als die uit een vliegtuig komt gestapt... Hey, yeah. Begint hij daar de helft van dat vliegveld schoon te likken? Dat is gewoon om tijd te winnen. Dan kan hij dat knoopje er weer in leggen. Ah ja, anders staat hij daar halverwege dat trapje. Binnenlul is losgeschoten. Ja, dat kan niet, hè. Nog niet zo heel lang geleden was God persoonlijk nedergedaald in het Vaticaan om eens orde op zaken te komen stellen. God was persoonlijk naar beneden gekomen en hop... Kraak, boem, tingeling door die koepel, kletters, scherven en brokstukken. Die stak helemaal beneden in dat wijnkeldertje. Ja. Hij had zich misrekend door de verschuiving van de continenten. De paus die stond daar zo verbouwereerd. Zo. Wel, God, bestaat gij dan toch echt? Maar natuurlijk besta ik echt. Hoort gij dat niet aan die galm op mijn stem? Ah ja, by the way, waarom heeft God altijd galm op zijn stem? Omdat ik zo'n heel hoog gehemelte heb. En de paus die stond daar zo onthutst met zijn mijter zo, en God die... Heb je Jezus wat zien rondlopen met zo'n koelteuren op zijn kop? Zet dat af! De paus zet die een hoed af. Toen zag God dat klein wit petje. Heeft hij zijn vrouw haar een BH in twee geknipt? Staat hij daar met een halve D-cup op zijn hoofd? En de paus, maar God, alstublieft, zeg, ligt daar niet te rollen, houd u een beetje ernstig. Dat is geen D-cup, dat is een gewijd petje. En daarbij, ik heb helemaal geen vrouw. Wij pausen moeten geen vrouwen hebben, wij willen geen vrouwen. Wat blieft? Ik verdomme nog aan toe. Als God vloekt, moet hij zichzelf zeggen, want er is niks meer boven, hè. Er is niks meer boven, hè. Moet daar allemaal aan denken, hè. Anders is het weer blasfemie. Nee, nee. Ik verdomme, ik heb aan de vrouw langer geschapen dan aan de rest van de kosmos. Miljoenen jaren heb ik zitten boenen om die satijnglans in hun velletje te krijgen. En onderaan, dat heb ik 50 keer moeten naar beginnen met mijn meesterwerk, om het sanitair zo dicht mogelijk bij de feestzaal te krijgen. Nu komt gij me vertellen dat je geen vrouw moet hebben. Ik ben diep beledigd. God, houd u kalm, houd u kalm. Je moet dat begrijpen. Als wij vrouwen hebben, dan komen daar problemen van. En dan komen daar kinderen van. En dan weten we niet waar dat we gaan uitkomen. Hè. Om te beginnen, we hebben zo geen kleine pauzenkostuumpjes. Voilà. En die kleine mannen, die stelen ons hosties. Die denken dat dat flippo's zijn. En dat van... Flauwerik! Als je geen kinderen wil, daarvoor heb ik in het begin de ficus elastica latexica erectica gecreëerd. Van het sap van dat boompje had je lang condomen kunnen maken. Condomen, dat bestaat al lang, maar ik ben daar tegen. Natuurlijk, omdat uw maat er niet tussen zit. Wat de mensen al lang hadden moeten verzinnen om het leven nog aangenamer te maken, dat zijn zo van die condoompjes als gadget, zo met een muzikale chip in. Zo gelijk die verjaardagskaartjes. Hè. Je doet dat open zo. Als we nu zo condoompjes zouden maken met zo achteraan het muzikale chip, gerolt dat... Gerolt dat af? Gerolt dat af? En helemaal op het einde begint je chip een melodietje te spelen. Zo, een of ander nationaal volkslied. Ze zijn verplicht om te blijven rechtstaan. Ze zijn verplicht om te blijven rechtstaan.
Ja, dat was een van mijn kortste nummers. Heel die tekst is gecensureerd. Is het echt al zo laat? Ik heb wel nog 20 minuten te gaan, maar ja, ik moet toch nog wat ruimte laten voor applaus ook. Weet je wat? Ik zal nu eventjes verdwijnen. Jullie roepen bies en ik kom terug op. Dan is dat al achter de rug, oké? Omdat je blijft aandringen. Als vierde toegift. Iedereen, heb ik een blackout? Heb ik iets gemist? Even zijn nekje afspannen. Ik zat onlangs in een... Ik kende die al. Ik heb toch een reserveliedje gemaakt om de show af te sluiten. En dat liedje gaat dus inderdaad over de liefde, over een van de leuke kanten van de liefde. Het is gelijk vandaag, het is weekend. De mensen hebben tijd om zich nog eens te laten gaan in de slaapkamer. En als man, zit je daar op dat bed, gewassen, gekamd. Pittig detail. En in de badkamer is het vrouwtje nog even bezig. Gadverdamme, het was zo'n mooie. Gaat dat daar nog lang duren? Ik kom eraan. Komt uw vrouw de slaapkamer binnen. Is dat alles? Dat jij al 27 mislukte Ariane-lanceringen achter de rug hebt, dat hebben ze niet gemerkt. De titel van dat liedje, Poesjes Toei. Allee. Ik heb mijn slaapkamer behangen met spiegeltjes papier. Want ik heb maar één verlangen, liefst toei, poesje, kom hier. Ik heb de schemerlamp doen branden, de gordijnen dicht gedaan. En ik heb 7 dozen Kleenex op mijn nachttafeltje staan. Hoor het tromgeroffel en het bazuingeschal. Ik lig helemaal gereed en mijn fascistje staat al pal. Poesjes toei, poesjes toei, kom hier dat ik je vermoei. Poesjes toei, poesjes toei, kom en haal me uit de knoei. Poesjes toei, poesjes toei, mijn selder staat in bloei. Poesjes, selderij is dat. Poesjes toei, poesjes toei, alles mag en niks is foei. Wat zit je daar te prutsen in die badkamer zo lang? Straks plakken mijn erfgenamen tegen het behang. Hou toch op met scheren, je bent al bloot genoeg. Laat dat eksternest maar hangen. Of scheer je morgen vroeg. Trek die stomme lady shave uit het stopcontact. Vooraleer mijn Eiffeltoren in de Seine zakt. Poesjes toei, poesjes toei, kom hier dat ik je vermoei. Zeker veel bejaarden in de zaal. Poesjes toei, poesjes toei, kom en haal me uit de knoei. Poesjes toei, poesjes toei, mijn zelder staat in bloei. Poesjes toei, poesjes toei, alles mag en niks is foei. Ben de massageolie aan het schudden gelijk een zot. Zo rijdt mijn Lamborghini je garage niet kapot. Ik zal je laten blinken gelijk een kikker in zijn drill. Ha, liefde kan esthetisch zijn als men het maar wil. Maar kom me nu bevrijden, want ik zit met mijn kanon. Helemaal gekneld tussen het bed en het plafond. Poesjes toei,
poesje stoei, kom hier dat ik je verboei. Poesje stoei, kom wel helpen uit de knoei. Poesje stoei, bij de zelder staan in bloei. Poesje stoei, ah, wel zijn die bejaarden weer gestorven of wat is dat? Poesje stoei, en als die mag zeg je maar oei. Ik kwam alleen maar mijn koffertje halen. Ja, ik moet nog helemaal terug naar België. Het is misschien mist. Dat is alleen maar aan de voorkant van mijn auto dat ik daar last van heb. Maar ja, als je zo helemaal terug moet, dat is ook niet alles. Ik kan dat hier als Belgische automobilist niet gewend raken in Nederland. Hè. Op die biedenvakreis, dat is overal van die kleine gele bordjes zo met 100. Zo, hoe hard mag je rijden? 100. Hoe hard mag je rijden? 100. Hoe hard mag je rijden? 100. Kunnen jullie dat echt niet langer onthouden dat je maar 100 moet rijden?